Yo visvrienden, welkom bij een nieuwe video. Ditmaal een hele bijzondere. Namelijk de opdracht gekregen. Een challenge om precies te zijn. Ik moet naar de Action en bij de Action moet ik visspullen kopen om daar een vis mee te gaan vangen. Ga je visje vangen? Nou, ik zeg tegen die jongens, die moeten hier toch maar eens een keer een challenge van maken. De grootste vangst met een Action hengel. Vissen voor het tientje, zeg je dan of zoiets. Maak je er gewoon van, vissen voor het tientje. Pak je een setje met haakjes en alles, pak je hele shit bij elkaar. En dan ga je ervoor zorgen dat je vangst hebt. Nou, dan heb je sowieso wel even een vette video. Hier, netje erbij, dan kun je het meteen testen. In plaats van 300 euro voor je set. Of meer. Nou, het is een challenge die we hebben gekregen van Maarten, die de thumbnails voor ons maakt. Ik ben erg benieuwd, gaan we binnen en maar eens even kijken wat we kunnen vinden. Action zit hier achter, ik sta al op de parkeerplaats. Ik ben heel benieuwd, want dit is niet echt mijn ding. Nou, dit gaat lachen worden. Mandje gescoord. Ik heb de schap ook gevonden. Ik zal jullie even meenemen. Nou, hier staan de visspullen die we hebben. Zie je les geen dobbertjes? Nou, dan pak ik die thuis wel even. Dat moet dan maar. Ik ga ook echt voor het knaken hengeltje. Jongens, het gaat dit brengen, jongens. Deze gaan we meenemen. Ik ben benieuwd wat dit gaat brengen, jongens. Die er maar in. Zet je haakjes mee. Zet je loodjes mee. Oké, dit gaat lachen worden. Nee, sorry. Ik wil dat ik het voor je haal vandaag. Neem me niet kwalijk. Je snapt bij kleine geld zie je tegenwoordig bijna niet waar. 15. Nee, top, dank je wel. Nou, ik ben aangekomen waar ik het ga proberen. Ik zie hier totaal geen leven, dus dat belooft nog niet veel goed. Het zal überhaupt al lastig worden. Maar we gaan het gewoon even proberen. Ik hoopte eigenlijk dat ik wel wat vis zou zien en anders eventueel aan de oppervlakte. Met kost proberen of zo, maar het ziet er niet uit dat ik zo'n kans ga maken. Dus toch maar het pennetje proberen dan. Ik ben heel erg benieuwd. Verder ligt het water er al strak en gesnoeid bij. Spullen maar eens even pakken, even wat voer op de plek gooien, een paar stukjes mais. Ja, gaan het meemaken. Ik schakel zo over naar de GoPro, dan heb ik verder mijn handen vrij. Dan gaan we het eens proberen. Ik scherp altijd dat spul. Oh my god. Hey boy. Lachen dit. Wat een spul.
Oké. Okay. Nou, dat is nu al kapot. Hoi. Hoi. Jazeker. Heb je YouTube? Jazeker. Hoe heet je dan? Max Vissen. M-A-X en dan vissen aan elkaar. Maar je bent hier ook een keer eerder geweest. Ja, ik kom... Ja, ja, dat klopt. Ik kom hier wel vaker. Vis je op de kort? Nee, ik ga nu even een pennetje proberen, maar ik ben met een challenge bezig. Ik moest op een goedkope manier... Van een hengeltje van de Action moet ik proberen een vis te vangen. Kans erop? Ja, die kans is hier wel zeer groot. Maar op zich maakt het niet zoveel uit. Zal wel leuk zijn, maar dan weet ik niet of ik zo blij van wat met zo'n hengeltje als dit. Maar daar gaan we achter komen als het lukt. Jawel. Of veel, bijna 3000. Ik heb geen wifi. Dat is mijn huis dan. Ja. En hier had hij ook nog een stuk of 3 misgeslagen. Oeh, dat is wel zonde. Alleen ze gingen meteen het riet in. Ja, dat doen ze hier sowieso. Ja, vrijdag heb je daar eentje langs de boot. Die vissen weten het hier precies. Die duiken altijd gelijk het riet in. Langs de boom heb je een klein. Oké. Okay. God, wat een spul. Ik ben aan begonnen. Dat is wel netjes. Goed bezig. Alleen dan heel veel lijnen geknapt ook omdat hij daar achter het riet zwemt. Mm-hmm. En wat is jouw record dan met kilo? Karpen? Ja. 17 kilo. Die hoop ik dit jaar te verbeteren. Kan. Ja, 17 kilo moet wel te verbeteren zijn. Ja, in ijs ook nog redelijk op te vangen. Nee, IJssel is wel iets moeilijker, maar als je er veel tijd in steekt, dan moet het zeker mogelijk zijn. Oh mijn god. Ik ben het echt hoor. Of Nick is het, mijn vismaatje, dat kan ook nog. Goed bezig. Ga ik thuis af. Maar ik vis normaal wel iets serieuzer hoor.
Dit is puur een challenge. Dus, normaal zou ik het hier niet eens mee aandurven, maar ja. Ja, het is zo... Heb je een reservehengel bij voor? Nee, helemaal niet. Ik ga dit gewoon proberen en als het niet wil, dan ga ik weer naar huis. Dit was echt een uitdaging. Maar ik heb nu het idee dat het al gammel is. Dus, ach ja. Het is toch niet heel duur, hè? Nee joh, 8 euro. Ja, dat is wel veel kans dat hij de midden breekt. Ja, dat hoop ik niet voor de vis, maar die kans is wel aanwezig, ja. Ik heb zelf ook die gekocht. Weet je, voor kinderen om even een beetje een gevoel te krijgen, dat snap ik het wel, maar... Eens even kijken of die überhaupt blijft staan. Ik ben naar de Action geweest, ik heb een hengel gekocht, want dat moest ik doen. En dat is het eigenlijk. Ik heb alleen maar wel mijn schepnet en mijn onthaakmat meegenomen. Voor de visveiligheid, maar ik weet niet of het al visveilig is om hiermee te vissen überhaupt. Even kijken of die blijft staan. Dat dacht ik al, dat zie ik nu al. Jongens, het is toch geen hengel dit? Oh, kan er wel komen. Valt mij. Ja, oh, het ding raadt er nu al aan alle kanten. Ik kan het eigenlijk helemaal niet maken, jongens. Als ik hier een vis aan krijg, dan... Wordt het lastig om binnen te krijgen. Ja, volgens mij ook. Dan zie je maar weer, koop je spullen niet bij de Action. Ja, loodjes en haakjes en zo. Ja, dat, volgens mij vallen die loodjes en die haakjes nog wel mee. Maar als het op de hengel aankomt, wordt het een ander val. Maar heeft jouw vismaatje ook een kanaal? Nee, dat is van ons samen. Ze doen een beetje om de week een vlogje maken, zeg maar. Zodat je een beetje... Wat zeg je? Nou, ik vis hier wel eerst, maar dan wel wat op een andere manier. En op de Huut, Oude IJssel ook wel. Eigenlijk overal wel een beetje. Ik vind het wel leuk om een beetje... Ik heb 4 dagen geleden nog een video online opgezet met Zoek of zo. Dat is al even geleden, maar die hebben, dat klopt. Die staat er wel tussen. Oh, kijk dan. Die klinkt lekker, hè? Is gewoon eng. Hier een vis aan krijgen, jongens. Nou, het draait wel beter nou. Ja, ik heb net even een paar kooltjes erop gegooid. Kijk, ik dacht al dat ik daar vast ging zitten. Oh, een stukje riet. Oh jongens. Waarschijnlijk duikt die als ik nu een aanbeet krijg ook gelijk het riet in. Mocht ik een aanbeet krijgen. Ik denk het ook niet. Niet weten wat voor lijn hierop zit. Nee, ik ga even kijken of ik een vogeltje kan pakken. Dus maar eens even kijken hoe dat werkt. Oh, dat is niet een... Wat een flutspul. Oh, zit ik nog vast ook nog? Nou, de slip doet het wel.
Nou nou. Ik kan gelijk even de hengel testen. En sterk? Ja, hij is nog wel een beetje sterk, maar hij moet gewoon losgaan of iets dergelijks. Nog niet echt een succes of zo. Ja, knap sowieso. Ik denk dat hij best goed vast zit. Ik trek het zelfs mee, ik weet niet wat het is. Oh, hij is los. Het zit er allemaal nog aan. Kijk. Oh, het is nog wel, hij is nog wel een beetje sterk. Nou, een klein haakje proberen. Kijken of we een visje kunnen vangen met brood of zo. Hoe lang vlog je nou? Ja, we zijn eigenlijk nu, ik denk een jaartje of twee, serieus echt met het vloggen bezig. Zodat we veel aandacht aan besteden. Maar het YouTube-kanaal hebben we al wat langer. Maar we deden wel meerdere dingen dat niet allemaal met vloggen te maken had. Dus dan komt dat ook niet online of zo, op visgebied. Nu zijn we wel steeds proberen wat meer, ja, eigenlijk iedere woensdag komt er een vlog online. En is het niet moeilijk om gewoon echt de hele tijd te uploaden? Alles jawel. Het is niet alleen het vissen, hè? Je moet het ook allemaal nog monteren, knippen en plakken en editen. En... ja, mijn video's edit ik zelf en mijn maatje doet het ook zelf. Ja, dat ligt een beetje aan hoeveel beeldmateriaal je hebt. Maar het kan soms met een avondje, maar het kan ook zo zijn dat als je er veel aandacht aan geeft... Dat je zo een aantal avonden zoet mee bent. Maar edit je altijd in de avond? Meestal wel, ja. Een vlog maak ik meestal... Het vloggen zelf doe ik meestal, ja, wanneer het uitkomt natuurlijk ook. Sinds weekend of 's avonds en nu blijft het ook weer langer licht. En editen, dat doe ik meestal op de momenten dat je niet zo snel aan de waterkant gaat. Dus... ja, zeker. Heb je ook een keer hele andere vissen? Alles. Snoek, snoekbaas, karpen, zilt. Heb je ook een meer van? Nee, meer van nog niet. Niet de mooiste vis, eerlijk gezegd, maar... ja, dat wel, ja. Kunnen ze het ervoor maken? Nou, dat kan niet, dat blijkt wel. Ja, echt hè? Kijk dan. Spinnenweb erop. Ja, bijzonder dit. Wat denken jullie? Is dit een geslaagde challenge zo? Nee hè? Moet eigenlijk niet kunnen, vind je wel? Zo, met zo'n hengel moet je geen vis willen vangen, toch? Kijk dan. Dan zou hij nog een betere hengel, hoor. Dan ga je nog beter je lijn eraf knippen en zeggen dat de video afgaat. Ja, dit is echt drama, joh. Kijk, alles spunt en spoelt en... als je niks vangt, dan zet hem dan zo lang. Ja, zeker, zeker. Ja, weet je, je hebt natuurlijk niet altijd zoveel tijd, dus... oh, kijk dan. Nee. Heb je ook al kennis van bekende vissen? Gewoon echt een hele bekende vis. Ja, dat is heel klein vis hoor. Er zat wel iets bij, maar wat het was.
Ja. Oh. Oh, bijna lukken ook nog, hè. Maar ik raad het jullie niet aan, hoor. Gewoon nog beter hebben we ook nog, dus ja. Ja, soms wel, soms niet. Dat is een beetje verschillend. Ligt eraan waar ik heen ga, wat ik ga doen. Nu staat hij wel gewoon continu aan, maar ik gebruik niet alles, hoor. Ga je soms ook nachtjes? Ja. Oh, dat is een best goede aanbieder ook. Oh, jongens, kijk dan. Nou, ik ben even bezig. Zoiets als vissen voor een tientje of vissen met een hengeltje van de AC Tion, de Action. Nou, ik heb hier 3 jonge mannen. En die gaan jullie even vertellen of je zo'n hengeltje zou kopen of niet. Dus, ik ga ze even voorbij. Kijk eens, jonge man. Ik zie deze kant voor de zon. Zou jij zo'n hengeltje kopen van de Action? Nee. Nee, ja? En waarom zou je dat niet doen? De molen gaat heel erg krakerig. Ja, hè? En het is volgens mij ook niet de sterkste hengel. Nee, precies. Helemaal met je eens, man. Goed, man. En jij dan? Zou jij een hengel voor de Action kopen? Ik zou het niet doen, want die molen doet het niet erg goed. En nee, ja. Hij lijkt me niet heel sterk. Nee, hè? Nee, precies. Helemaal met je eens. En jij dan, vriend? Zou jij een hengel kopen van de Action? Nee, ik zou het niet doen, want en de molen is niet... krijg je heel snel de draaiert in elkaar. En die hengel die breekt best snel door. Ja, hè? Ja. Ja, man, vind ik ook. Thanks, man. Dankjewel. Ja. Nou, jullie horen het. Koop geen hengel bij de Action. Het is echt een drama. Ja, moet je echt niet willen. Echt niet. Dan moet je geen vis mee willen vangen. Ik denk dat je zelfs problemen bij de vis aankrijgt. Want het is echt geen feest. Vissen voor een tientje. Met een hengel van AC Tion. Nee, doe maar niet. Ciao de Baco. Geen goed idee. Echt drama. Je hebt gezien, de 3 jongens, mijn juryleden, die hebben hem beoordeeld. Jullie hebben het gehoord. En ik hoor er ook bij, begin er gewoon niet aan. Zoek een hengelspotwinkel bij jou in de buurt. Leg een paar tientjes meer in. Neem je vader mee. Trek zijn portemonnee leeg. En koop net even wat beters, want dit is niks. Dus echt, weet je... Ik ben misschien wel blij, en dit zul je mij niet vaak horen zeggen, dat ik geblankt heb in deze video. Want ik weet niet hoe het was gegaan als ik hier een aanbod op gehad had. Ik heb een aanbod gehad, maar niet verzilverd. Maar voor hetzelfde geld krijg je er iets aan. Ja, dat moet je denk ik helemaal niet willen, joh. Die molen die kraakte al toen ik hem uit de verpakking hield. Dat is echt drama. Ik vond het wel een leuke challenge, dat wel. Maar ja, visveiligheid komt hier gewoon in gevaar, joh. Als ik hier een vis aan krijg, dan gaat hij met alles lopen. En heb ik helemaal niks in te brengen, joh. Ja, moet je niet willen. Maar heb jij nou een leuke challenge voor mij? Laat het hieronder dan heel even weten. Laat even een bericht achter. En wie weet gaan we dan wat met je challenge doen. En ja, vond je dit toch leuk om te zien? Zeker even dat duimpje omhoog. En ja, je weet het, hè. Nog niet geabonneerd? Doe dat eventjes. Druk even op. Even abonneren, kom op. Even abonneren, kunnen we goed gebruiken. Zie ik jullie bij de volgende video. Thanks.